Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Koter, Tuin, Potgrond en Transport. Bernardus en AVV Alphen hebben een rotseizoen achter de rug. De Alphenaren eindigden troosteloos onderaan in de tweede klasse en degradeerden. En Bernardus dacht ook te zijn gedegradeerd, maar werd gered door een nieuwe competitieopzet van de KNVB. Eerste kans in Hazeswoude is voor Alphen. Milad Mansour schiet net naast. Hier een doorbraak voor Stef Schienagel. Hij is in alle staten. Vindt dat hem een kans is ontnomen. En probeert zijn tegenstander een kaart aan te praten. En er komt zelfs een rode voor Brian Bogaert. Hier de herhaling. En het is duidelijk te zien dat Schienagel zichzelf laat struikelen. En daarmee manipuleert hij de beslissing van de scheidsrechter al of niet bewust. Betekent einde wedstrijd voor Bogaert al na ongeveer een half uur spelen. En dus moeten de Alphenaren met een man minder het zien te rooien. En Bernardus heeft nog een vrije trap in het verschiet. Een variant en hier is een mogelijkheid. Sterker nog, daar komt de openingstreffer. Hij is van Juri Goudkuil. Die hem heel fraai binnenschiet. En zo profiteert Bernardus van de wanorde achterin bij Alphen. Dat deze variant niet heeft zien aankomen. Alle vrijheid voor Goudkuil. En die stelt Rick de Vries, de keeper van Alphen, voor een voldongen feit. De voorsprong voor Bernardus, dat afgelopen zomer maar liefst 15 spelers zag vertrekken. Onder andere topscorer Alex Iliopoulos naar Voorschoten. Nu een mogelijkheid die niet besteed is aan Jeffrey van der Heijden. Publiek geniet van het mooie weer in Hazeswoude-Rijndijk. En uiteraard ook van de 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. Schienagel probeert de scheidsrechter weer ervan te overtuigen dat een tegenstander daar iets fout heeft gedaan. Maar dan gaat hij door en dat is een verstandige keuze. Want hier wordt het 2-0. En nu is het wel raak voor Van der Heijden. Op aangeven van Stef Schienagel. Die zich af en toe een beetje bezighoudt met randzaken. Maar zodra de bal aan zijn voet ligt, laat hij zien dat hij over een fraaie traptechniek beschikt. En dat zorgt ervoor dat Bernardus op 2-0 kan komen. Van der Heijden omspeelt de Vries. En verdubbelt zo de voorsprong. En dan wordt het een zware taak voor de Alphenaren om hier nog van terug te komen met 10 man. Alles op alles in de aanval. Hier is Daniel van Leeuwen. Hij krijgt de bal niet in het doel. De man die over is gekomen van Zwammerdam in het kielzog van de nieuwe coach Rob de Lange. En dit is de nieuwe man aan het roer bij Bernardus. Vorig jaar nog assistenttrainer van Rob Wolsleger bij AVV Alphen. Waar hij ook nog eens lang actief was als speler. En nu dus voor het eerst op eigen benen bij Bernardus. Uitspelen voor de thuisploeg in de tweede helft, zou je zeggen. Met weer een mogelijkheid voor Van der Heijden. En Alphen overleeft. Goed gered, daar vlak voor de doellijn. Door Louis Swiers. Overgekomen van TAVV. Zoals Alphen ook op vele plaatsen gewijzigd is dit seizoen. Mansour, actie buitenom. En de redding is van Luc Enter. Hij verdedigt het doel. De andere keeper van Bernardus is veldspeler geworden, Devlin Harkes. En Rob de Lange weet dat het lastig is voor zijn ploeg, maar dat de kansen er nog wel degelijk zijn. Ondanks de numerieke minderheid. Voorzet en buiten beeld gaat de bal erin door toedoen van Daniel van Leeuwen. De man die ook speelde voor Alvia, Aarlanderveen en dus Zwammerdam. Heeft gesproken met Dozer in zijn woonplaats Roelevarensveen. En nu brengt hij Alphen weer de aansluiting. Om maar heel kort te spelen. Dus moet de bal hoog voor de pot. En hij gaat er ook in. Het is weer Van Leeuwen. Hij wordt ook wel de Jozef Kiepric van Alphen genoemd. En hier bewijst hij dat hij af en toe kan toveren. 2-2 Alphen maakt een achterstand goed met een man minder. En pakt het eerste punt van het seizoen. Achteraf voelde het wel weer goed. Ik heb de jongens ook een compliment gegeven na de wedstrijd. Want het ging allemaal niet vanzelf vandaag. Het zat op heel veel tegen. We starten ook niet goed. En dan word je al gauw verstoord door een makkelijk gegeven rode kaart. 1-0 en dan toch gauw 2-0 achter. Ja, dat denk ik, het zal toch niet waar zijn. Goed, in de rust besloten toch wat omzettingen te doen. En ja, alles op alles te spelen. En dat heeft de groep goed opgepakt. En gelukkig pakken wij gewoon een punt mee. We komen goed op 2-0. Ik denk zelfs dat wij op 3 en 4-0 moeten komen. Maar dat doen we niet. En dan weet je dat je voetballend, want het is wel een hele goede voetballende ploeg Alphen, dat wisten we.
Ja, dan kom je een beetje in een onderdrukking te staan. En dan weet je met een spits als Daniel van Leeuwen, ja, die zie je de hele wedstrijd niet. En we hadden het er nog samen op de bank over. Van, ja, je ziet hem de hele wedstrijd niet. En ja, twee keer staat hij er gewoon. Dat wisten we, daar hebben we voor gewaarschuwd en daar zijn we mee bezig geweest. Maar ja, de kwaliteit van de tegenstander zegt ook wat, hè. Hoe voelt het om tegen Alphen te spelen? Want je komt van Alphen af. Ja, het was een leuk affiche. Ook omdat het natuurlijk je oude club is. En je speelt ook tegen je eigen broer. En Yassine Yacoubi en tegen mijn eigen neef ook, Mansour Abanishi. Het was extra leuk natuurlijk. Ja. En ja, alleen jammer dat je eigenlijk het in de laatste minuut eigenlijk gewoon weggeeft. Met twee tegengoals. Jullie hebben één punt gehaald nu. Je hebt wat zware tegenstanders gehad, denk ik. Waar zie jij jezelf eindigen eigenlijk in deze competitie? Het is moeilijk om daar een uitspraak over te doen. Inderdaad, we hebben nu wel wat moeilijkere tegenstanders gehad voor mijn gevoel. En ik denk gewoon als we de komende wedstrijden gewoon punten kunnen pakken. Het is een heel nieuw team. Er spelen maar 4-5 jongens van vorig jaar in. Ja. En als we gewoon wat beter op elkaar ingespeeld raken en we krijgen wat vertrouwen, dan moet het goed komen. Absoluut. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Koter, Tuin, Potgrond en Transport.